dan kun je maar niet zo beginnen. Daar moet je echt er eerst een studie van maken. En ook die vogels, en dat doe ik al van mijn 14e jaar af. Ik heb me altijd geïnteresseerd voor vogels en voor dieren. En als je zo'n vogel, ik zal maar zeggen, zo'n koolmeesje wil gaan tekenen, dan moet je echt wel weten hoe zo'n diertje eruit ziet.